voor de heer Wijn en links achter de heer Ruizing. En de lakeien achterop, de landauer zijn de heren van de Loop. In Den Haag, in de rentenbouwer Hermans en Co. En in 1872 gaan ze om bij de fabrikant. Degene die de spoorbreedte, ook wat dat betreft van belang, aan de voorzijde 1,51, achter 1,65. Voor de vijfhoevers zijn. De houten kast van deze landauer die heeft aan de onderzijde een ronde vorm. Voor dat goed zien, dat noemen ze het schuitmodel. En biedt plaats aan vier personen. En lopen. Deze riemen die hebben messinggespen en die zijn verstelbaar. En de zeeveren die zijn bevestigd op het onderstel. Aan beide zijden van het rijtuig is een portier. En met een schuitverraad dat een portier kan weg. Overigens heeft het Koninklijk Gestel dit monument eigen zadelmaker en heeft ook een eigen rijtuigschilder. Allemaal professionals die zeer toegewijd de rijtuigen die in Den Haag bij het Koninklijk Gestel dit monument staan onderhouden. En zoals u ziet is in dit geval de landauer wordt opengereden. Op het draaistel, dames en heren, is een zwart gelakte houten zogenoemde brandoffer verplaatst en daarop een vergulde koningskroon. En dat men vroeger al dacht aan de veiligheid. Gala-tuigen, dames en heren, die zijn in de periode 1860. En ze worden nog wekelijks gebruikt op de paardenwielen gezet worden bij de geloofsdienst ceremonie, waarbij we in Nederland onder buitenlanders van de geloofsdienst komen aanbieden aan de koningin bij Paleis Noord-Eindhoven. De landbouwer die zich vanavond voorbereid. Overigens, afgelopen woensdag was er nog een drietal ambassadeurs die een opwachting maakten. Paarden zijn, er is ook een aantal jonge paarden uit deze gelegenheid om de paarden te trainen, ook in uw aanwezigheid. En het is heel fijn dat u als waarde een ledingsobject bent om de paarden te laten wennen, ook aan de zo dichtbij. Gaat u gerust, en dat doen al velen van u, het blik werpen op de smid die aanwezig is.
ontvangen. En hij wordt hier op een vaardige wijze gemend door... Het paard is dat weg. Het paard rechts, dames en heren, vanuit het koetsier gezien. Dat is het vierjarige jonge paard. Er staat een zeer ervaren 10-jarige naast.